Hoi, mijn naam is Gerrit Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik erbij gepakt van Arbor de Drift. En de Drift is natuurlijk het parkbord eigenlijk wel van Arbor. Zeker het parkbord met een wat zachtere flex, zou ik het eigenlijk het beste zien. Het is een absolute twin. We zeggen links voor rechts voor identiek aan elkaar. Het maakt niet uit welke kant jij voorrijdt. Zelfs de print lijkt enigszins op elkaar, dus wat dat betreft zit er eigenlijk bijna geen voor- of achterkant zelfs meer aan. Het is een camber, zoals je ook wel zult zien. Lekkere voorspanning zorgt ervoor dat je er veel pop uit kan halen, maar zorgt er ook voor dat jij veel grip houdt op de pistes bijvoorbeeld. Hij krijgt een flex van een 3, zoals ik al zei. Vrij flexibel board, zeker genoeg om mee te kunnen pressen. Ook nog wel genoeg om veel pop uit te kunnen halen, gelukkig. Dan heeft hij een single malt kern erin zitten. En dat zie je er een heel klein beetje doorheen. Heel klein beetje. Het zorgt gewoon voor dat het een goede sterke base wordt eigenlijk. Niet de lichtste base die ze hebben, maar absoluut wel een van de sterkere. Heel even, ik kan het nou, ik zie ineens dat ik het leuk kan laten zien. De top ziet is wel heel cool. Dit is een soort matachtig en je voelt ook het verschil. En ik zie nou ineens dat ik ook met de lampen kan ik ook laten zien dat er een soort verschil in zit. Tussen dat hele matte en het glanzende als het ware. Even heel cool, tussendoor zag ik ineens. Ik dacht dat is leuk om te laten zien. Verder een Biax fiberglas laag. Dat betekent dat het fiberglas in twee richtingen ligt. Dus dat het eigenlijk als het ware zo ligt. Zorgt ervoor dat hij torsioneel vrij flexibel blijft. En leuk en speels en vergevingsgezind. Maar dan wordt hij wel ook gewoon weer heel erg sterk van als het ware. Dan een van de betere features van het board. Zo natuurlijk. Sintered base. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. De Sintered base is gewoon super sterk en mega snel. En ja, die hebben ze hier gelukkig op gedaan. Dus dat maakt het wel een ontzettend goed parkbord wat dat betreft. Heel sterk, heel snel. Zorgt dat hij goed blijft wachsen. Dan blijft hij ook zo snel. Dan blijft hij ook zo sterk. Een aantal unieke dingen die ze ermee doen. Grip tech. En dat zie je eigenlijk hier al wel. Wacht, ik zal even mijn zwarte t-shirt erachter doen. Dan zie je het iets beter. Zie je hier een soort bobbel. En er staat ook op grip tech. En wat het eigenlijk is, is het is een soort bobbel die ze creëren bij de bindingen. Bij de edge eigenlijk. En die zorgt ervoor dat jij meer grip houdt. Zeker op ijzige en harde plekken op de piste. Normaal zijn dit alleen jouw contactpunten, waar ik zo dadelijk ook nog iets over ga vertellen. Maar ze hebben jou eigenlijk hier twee contactpunten erbij gegeven. En het grappige is, je hoort het soms ook een beetje. Je kan eigenlijk al aan het gehoor kan je soms een beetje voorspellen of er een arborboard aankomt. Maar het werkt gewoon echt ontzettend goed. Over die contactpunten daar, en ik hoop dat ik het op de camera kan laten zien. Wat ze hebben gedaan? Bijna niet. Als je aan de zijkanten kijkt, het is niet mega veel, maar ze hebben een heel klein beetje de edges als het ware wat afgerond. Zorgt ervoor dat hij een catch-free ervaring krijgt. Dat scherpe randje waar je vaak zo'n hang-up aan krijgt, waar je achter blijft hangen en dan val je, die hebben ze net een heel klein beetje opgetild. Dus als jij net niet perfecte landing hebt, als jij net niet fijne afzet hebt, het geeft een heel klein beetje vergevingsgezindheid daar. En zorgt er dus voor dat jij, ja, dat het letterlijk het scherpe randje er een beetje af wordt gehaald. Nou, natuurlijk gewoon een hartstikke stevige sidewall. Een edge die helemaal rondom loopt. Dat is eigenlijk allemaal helemaal standaard natuurlijk. Maar mocht je nou meer willen weten over dit board, kom dan vooral even langs in de winkel. Dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Arbor Drift.